De KRO presenteert. Toen was geluk heel gewoon. Met Gerard Cox. Joke Bruis. En Sjoerd Plezier. Zij nemen u mee terug in de tijd. Toen geluk heel gewoon was. Is een nieuwe van de Beatles. Die is net uit. Klinkt goed hoor. Alleen ik hoorde maar één. Eén? Ja, één Beatle. Oh ja, daar komt John Lennon, die zingt niet mee. Oh, dit is Paul McCartney. Ja, doen ze de laatste tijd wel vaak, hè? Dat ze los van elkaar zingen. Ja, net als bij de Yellow Submarine. Ja, maar dat was Ringo eens eentje. En dat was eens, maar nooit weer. Nou, dit klinkt goed hoor. Hij is dus net uit, dus ik ga vanmiddag meteen naar Simonis. Ga ik hem kopen voor Adrie. Ah, lief van je. Voor zijn moederdag. Hè? Ja, dat doen wij altijd. Echt waar? Ja, hij is in onze relatie nou eenmaal het vrouwtje. Dat meen je niet. Hé, is misschien een goed idee voor mijn moeder ook. Die is gek op de Beatles. Goedemorgen. Zo, dat doet zeer aan je oren. Zeer aan je oren zijn die Beatles, hoor. Langharig werkschuw tuig. Opsluiten die gasten, plaats dat ze een voorbeeld nemen aan Jim Reeves. Die ziet er altijd keurig uit. Zeg dat, met zijn cowboyhoed. Put your sweet lips a little closer. Ja, stemmetje die gozer. Hij wel, ja. Hey Nel, moet je even kijken wat ik hier nou heb. Kijk, Bruin Rotterdam, het is een advertentie. Ah, oh. Gezocht, moeder voor één dag. Bellen naar de Roadtap. Ja, dat is een verrassing voor Jaapie, want hij wil zo graag een keertje moederdag vieren. Ja? Ik ken dus bellen naar de Rio. Laat ik ze morgenmiddag komen op de RET en dan zoek ik er eentje uit. Jo. Hij is er goed bij zijn hoofd natuurlijk, maar normaal komt hij niet aan de vrouw. Nee, zo is dat, Jacobus. Laat ik een zaterdagavond lekker al komen, ja. Gezellig met z'n drietjes op de bank. Dan lekker hapje erbij, hè? Uitgesneden zalm. Escargots uit de oven, maakt niet uit. Heerlijke dingen allemaal. Lekker flesje wijn. Ik heb een heerlijke Sancerre koud leggen al. Ja. Op een gegeven moment tv aan natuurlijk. Rudy Karel of, maakt niet uit. Peter Place, ja. En op een gegeven moment gaat Jaapie natuurlijk naar bed. En dan wordt het dus echt gezellig. Dus het gaat eigenlijk alleen maar om jezelf? Nou, mezelf. Kijk, Nel, je moet het nuttigen met het aangename verenigen natuurlijk. Anders ben je een dief voor je eigen geluk. Maar het gaat in eerste instantie toch om Jaapie dat hij in ieder geval één dag per jaar een moeder hebt, hè? Oh, ja. Het is belangrijk, Cornel, de liefde, dat hij dat even kan voelen. Ja. Zo. Put your sweet lips a little closer. Joh, die Reeves, die hebben een platenverkochter, geloof je niet. Terwijl de Beatles, die staan nooit in de top 40. Oh, en die komen ze. Allemaal voor zijn moeder. Wie zijn moeder? Jim Reeves' moeder. Oh? In interviews heeft hij dat altijd gezegd. De belangrijkste persoon op deze aarde is mijn moeder. Jo. Ja, hij heeft altijd gezegd, als mijn moeder niet was geweest, had de hele mensheid nooit van mij gehoord. Echt waar niet? Nee. En ook in onze liedjes zit je allemaal eigenlijk voor zijn moeder. Jo. Zoals hij zingt, Put Your Sweet Lips A Little Closer To The Phone. Ja? Zegt hij dat eigenlijk tegen zijn moeder. Nel, hoor je dat? Wat? Die Jim Reeves, die zingt alle liedjes voor zijn moeder. Meen je dat nou? Zeg Simon. Het is algemeen bekend. Put your sweet lips a little closer to the phone. Nou, Jacobus, als die Reeves jou hoort zingen, gaat hij gelijk het vak uit. Een moeder voor één dag. Nou, ja. Moet jij eens even kijken wat ik voor haar heb. Spijkerschrift. Russisch. Kun ze dat lezen dan? Ja, wat dacht jij dan? Greet heb in de oorlog toch bij de waarheid gewerkt? Zat ze de hele dag aan de telex?
Joh. Ze had een directe rode hotline met het Kremlin. Vertaalde ze alles rechtstreeks van de GPU. GPU? Geheime dienst. Stond de KGB. Ja, zo heet het nou. Maar dit is dus een brief van Stalin aan Beria. Hoofd van de geheime dienst in die tijd. En in die brief prijst Stalin Beria aan voor diens voortreffelijke werk. Wacht nou even, Karel. Ik bedoel, die Stalin die hebt die Beria toch dood laten schieten? Dat veel later pas. Oh. Ah, en Greet is van de gestaalde kaders, dus die hebt de vertrouwen in Stalin nooit opgezegd. Goedemiddag. Ik heb wel een lekker luggie gekocht. Kijk eens, Jacobus. Stemblaft. Hij is fijn. Lekker luggie. Ja, voor mijn hospita. Dus toch je moeder niet? Nee. Anders krijg ik straks niks voor mijn vaderdag. Ik heb die met kopvlees erin laten zitten. Je bent een echte vriend. Eigenlijk vind ik die moederdag een vreselijke kapitalistische uitvinding. Is alleen maar goed voor de middenstand. Groot gelijk, Karel. Achterlijke instelling, die moederdag. Dus één dagje maar. Kun je ze voor de rest van het jaar weer vergeten. Moederdag, dat is dus een dag voor je moeder. Maar ik zit zondag bij mijn schoonmoeder. Ja, dat is Nel de moeder. Hé? Toch? Wat? Niet dan. Niet dan? Ja. Wat? Toch de moeder van Nel? Wie? Die schoonmoeder. Ja, ik weet wel wie mijn schoonmoeder is. Nou dan? Je denkt toch niet dat ik niet weet wie mijn schoonmoeder is? Nee. Oh, ik ben niet achterlijk. Mensen zijn nagel aan mijn doodkist. Ik had er van de week nog aan de telefoon. Ze zegt, dag jongen, hou je nog een beetje van me? Ik zeg, moet jij eens even luisteren, eucalypta. Als ik jou nog eens een keer voor mijn bus krijg op je bezemsteel, dan zet ik de ruitenwissers aan en dan geef ik extra gas. Nou, daar had ze even niet van terug. Maar nou ga je een zondag wel naar de toe. Zondag? Moederdag. Schei eens uit, Nel, ga maar lekker alleen. Hé, meneer Harmsen, moederdag. Hebben we zondag weer, de hele dag. Moederdag. Meneer Harmsen, wat botten we toch met die flauwekul? Inderdaad, Koeibad, een enorme flauwekul. Hè? Ja, ja, ja. Horen de heren dat even? Wij hebben er thuis nog nooit iets aan gedaan. Natuurlijk niet. Heel verstandig. De moeder zat ieder voorjaar altijd in Parijs. Zie je wel. Maar helaas, Koeibad, nu zit ze thuis? Hoe dat zo? Dit jaar is haar eczeem zo hardnekkig dat ze zich niet eens kan bewegen. Nee, toch? Ja, toch? Maar heb je dan al wel een cadeautje? Cadeautje? Ja, dat moet. Met moederdag. Ja, maar ze heeft alles al. Ook de nieuwe plaat van de Beatles? Oh, vriendje Stokvis. Een nieuwe plaat van The Beatles? Ja, Let It Be, die is net uit. Oh, die ga ik straks meteen voor haar kopen. Ja, maar dan ben u er nog niet. Niet? Nee, nee. Ontbijtje op bed, moet ook. Nee, toch? Beschuitje, eitje. Kopje thee, kind kan de was doen. Ja, maar ik mag helemaal niet bijder. Niet? En natuurlijk niet, Koeman. Dan zit ik toch meteen helemaal onder. Onder? Ja, onder het eczeem. Oh, ja. Het is dit jaar de natte eczeem. Die is heel besmettelijk. Maar dan heeft u wel een groot probleem, meneer Harmsen. Werkelijk? Ja. Moederdag zonder ontbijt op bed, dat is als prins Bernhard zonder Anje. Wat meen je dat nou? Ah, meneer Harmsen, slij dat ontbijtje er gewoon een keertje over. Ja, maar dat kan niet, Koeman. Je hoort het toch? Het hoort er allemaal bij. Dat wel natuurlijk. Ja, maar wat moet ik nou? Moet japen, toch? Ik? Jij bent toch immuun? Hé? Dat je er tegen kent? Waar tegen? Tegen eczeem. Oh, werkelijk, Koeman. Ja, je mankeert toch nooit wat? Dat niet, natuurlijk. Weet je wat we doen? Jij gaat er zaterdagavond, ga jij gewoon alvast naar de Avenue Concordia toe. Ja, dan blijf je lekker slapen op de bank en de volgende ochtend, zondagochtend, moederdag, ja. Dan keer je gelijk aan de slag. Dat is te laat gesproken. Ga ik meteen die plaat kopen. Koeman, als ik jou niet had en allebei mijn ogen niet, dan was ik stekenblind. Ha 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 ha
Jaap wou het echt niet. Vandaar dat hij zelf nog een kind is. Mis het soms heel erg. U hebt Jaapie toch? Nou, volgens hem niet hoor. Ben ik alleen maar tante Nel. Gedeelde smart is halve smart. Hé? Adrie en ik zullen ook nooit kinderen hebben. Nee, maar zou je dat willen dan? Ja, lijkt me fantastisch. Ja? We hebben het wel eens over adopteren. Echt waar? Maar ja, mag niet van de wet. Misschien ook maar beter ook. Hoezo? Nou ja, heeft dat kind twee vaders? Nou hè? Het kind heeft toch een moeder nodig? Liefde, dat is wat kinderen nodig hebben. En dan kan hij net zo goed van twee vaders krijgen. Ja, klinkt eigenlijk wel logisch. Daarom. En goedenavond. Dag oma Jaap. Nelly Kooijman. Ik heb eindelijk het lek boven. Groepschef. Alweer? Alweer ja. Wat wil namelijk het geval? Zaterdag gaat deze jongen naar de Avenue Concordia. Daar blijft hij slapen. En dan serveert hij 's morgens op moederdag voor moeder Harmsen een ontbijtje op bed. En dan kent de heer Harmsen, directeur de RET, en mijn baas, nooit meer om me heen. Oh, zo. Ja, zo. En waarom doet meneer Harmsen dat dan zelf niet? Omdat hij dat niet kent. Hoezo niet? Natuurlijk niet, hij is dan niet immuun. Immuun? Dat je er tegen kent. Tegen moederdag? Nee, tegen natte eczeem. Natte eczeem? Ja, dat heb ze toch? En dat weten wij toch niet? Nou, ze hebben het en het is heel besmet. Maar ben u dan wel immuun? Ja, natuurlijk. Ik heb nog nooit niks gemankeerd. Ben jij eigenlijk wel helemaal goed bij je hoofd? Jij piept wel anders als ik dadelijk groepschef ben. Jaap Kooijman, jij blijft thuis. Nelly Kooijman, ik ga naar mijn baas. Natte eczeem. Heet smakelijk. Ik weer. Ja, wat kan ik voor je betekenen? Een enorme verstopping onder het groot handelsgebouw Ayakiba. En dat is allemaal vast komen te zitten. Hoeveel? 700 kilo. Maar hoezo? Een afspraak hier in de kantoor. Tine, met drie vrouwen? Nee, toch? Maar waarom dan? Oeh, zo. Echt waar. Kooijman moet er dan eentje uitkiezen. Nee, vriendje Stakvis, dat doe ik zelf. Een goedemiddag. Goedemiddag. Wat krijgen we nou? Oh!
Ja. Ja, nee, nee, ja. Ja, 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 de moeder voor één dag. Ja, ja, ja. Nou, dames, één van jullie gaat geweldig boffen, want Simon Stokvis, de man waar jullie voor komen, dat is mijn bovenbuurman. Ik woon beneden hem. En dat is een geweldige gozer. Geweldige gozer. Hij is maar putjeschepper, maar hij heeft wel zijn eigen krant. Geweldige krant, rioolkrant, de enigste rioolkrant van Europa. Ja, de bruine Rotterdammer, ik lees hem zelf altijd, met graagten. Kent Vrije Volk nog een puntje aan zuigen. Ja, zo'n gozer. En hij zegt nog wel dat het voor één dag is, maar als jullie een beetje je best doen, ben je volgens mij voor het leven onder de pannen. En je weet, trouwen is de beste levensverzekering die je kan afsluiten. Ja, jij kent natuurlijk gelijk weg, maar jullie twee hebben wel een hele goede kans. Dag. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Armstrong. Ik ben het even niet, Koeienbaat. Hoe vindt Stokvis dit met een enorme verstopping? En hij heeft mij gevraagd om de moeder voor één dag te kiezen. Ja, ja, heel verstandig van Simon, meneer Armstrong. Dus ik zou zeggen, ga uw gang. Die. Meen u dat nou? Dat meen ik, Kooijman. Dat is echt de beste. Oh, maar ik vond die daar ook de wel... Kooijman. En deze, die heb ook wel wat... Kooijman. Die middelste, weet ik het zo net. Kooijman. Ja, maar daar heb ze. Die. Ja, nou u het zegt, meneer Harms. Hè. Nou, ik zelf ook een beetje beter kijk. Ja... Dat is inderdaad verreweg de beste. Dat dacht ik ook. U vervoegt zich morgenavond op de Oranjeboomstraat 51C. Uurtje of zes? En jij vervoegt je morgenavond op d'avenue, hè, Kooijman? Met alle soorten van genoegen, meneer Harms. Let it be, let it be, let it be, let it be. Waar is mijn doppie? Doppie? Van de tandpasta. Weet ik veel. Tjonge. Kijk eens in het bakkie. Leg die in het bakkie. Leg wel in het bakkie. Ik doe het ook voor jou, hoor, Nel. Oh ja, joh. Ja. Nou, laat het dan. Dat zeg jij nou, Nel. Maar als ik straks voor mevrouw Harms een ontbijtje op bed heb lopen te serveren, dat al andere ontbijtjes op bed overbodig maken, ik ben automatisch groefchef en we wonen definitief in Hillegersberg, dan ben jij de eerste die een bontjas vraagt voor zijn moederdag. Mag het dan wel een nets wezen? Alles, Nel. Of wil je de twee? Je kan alles krijgen wat je hartje begeert. Ik kan bijna niet wachten. Eén nachtje nog, Del. Eén nachtje nog. En deze jongen heeft zijn promotie. Zorg je wel dat je morgenmiddag op tijd thuis bent. We moeten naar mijn moeder. Ik dacht even van niet. Hè? Ga jij maar lekker alleen? Ik dacht even van niet. Mensen zijn nagel aan mijn doodkist. Ik had er van de week nog aan de telefoon. Ze zegt, dag jongen, hou je nog een beetje van me? Ik zeg, moet jij eens goed luisteren, eucalypta? Als jij nog eens een keer voor mijn bus komt met je bezemsteel, dan doe ik de ruitenwissers aan en ik geef extra gas.
Daar brood ze even niet van terug. Let it be. Let it be, let it be, let it be. Speaking words. Ik kom voor stokvis. Hè? Ja, ik ben de moeder voor één dag. Ach, ja, natuurlijk. Ja. Dan moet je één trapje hoger zijn. Oh, meent u dat nou? Sim! Ja. Moeder voor één dag, voor kleine Jaapie. Kom erop. Enig, hè? Ja, ik vond het ook wel leuk. Ja, nee, is geen punt. Hij slaapt hier lekker in de keuken. Op de stretcher. En nog zo lenig ook, hè? Alsjeblieft, voor moederdag. Voor mij? Ja. Oh, wat ben je toch een lieve schat. En wat is dit? Cadeautje. Oh. Let it be. Oh, wat ben je toch een lief. Kom hier, krijg je dikke pakket. Ja, lieve ben je. Nou, ja. Kijk eens, Sien. Die is niet voor Tante Nel. Tante Nel is mijn moeder. Nee, jouw moeder ligt boven in de keuken op een stretcher. Mijn moeder ligt hier. Zo is dat. Daar ben ik lekker klaar mee. Weet je wat die advertentie heb gekost? Die stond toch in de bruine? Huh? En het mens moet ook geld hebben, een geeltje hoor. Koba, kleine kink in de kabel, moet er een tientje van maken. Samen kopje delen?